Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 26 juni. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ja, wederom in donker huis, want ik laat de boel weer dicht, omdat het vandaag ook echt nog net iets warmer is. Ik zal even kijken hoeveel graden het nu is. 29. Dus ja, niet dat het heel erg helpt, want het wordt even goed hier natuurlijk bloedheet, maar goed. Alle kleine beetjes helpen. Ik heb de boel in de slaapkamer ook maar dicht gelaten. Nou, ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken. En daarna eventjes een Steenrijkstraat arm teruggekeken. Degene die nu op tv zijn allemaal herhalingen. Die ken ik allemaal al. Dus dat was eigenlijk verder allemaal prima. Nog even een spelletje gedaan. En toen heb ik mijn vlog afgemaakt, wat allemaal gelukt is. Ik heb mijn foto's bewerkt, is allemaal goed gegaan. Toen ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. Ja, heel bijzonder einde. Ik vond het echt wel een hele mooie serie. Ik vind het ook jammer dat die afgelopen is. Dus ik moet even gaan zoeken wat ik dan hierna weer wil gaan kijken. Dus dat moet ik vanavond even uitzoeken. Dus daar moet ik nog even over nadenken. Verder heb ik CSI gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik een nieuw boek gestart. Ik heb niet super lang gelezen, want ik was gewoon super moe. Dus toen ben ik ook eigenlijk vrij snel gaan slapen. Want ik merkte gewoon dat het eigenlijk niet helemaal lekker gaat. Ik ga hier zometeen de boel doen. Ik moet even de vaatwasser aanzetten. En eventjes gewoon een beetje opruimen en stofzuigen en zo. Ik heb nog de kookplaat helemaal schoongemaakt. Daar ga ik jullie bij meenemen. En ik wil eigenlijk even die diamond painting inlijsten van Parijs. Ik heb wel gezien dat de lijst toch iets te groot is, maar hij past niet in de passende lijst. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus daar ga ik jullie dan ook nog eventjes bij meenemen. Maar goed, verder ook niet zo heel veel bijzonders te vertellen. Oh, wel. Nou, wat stom. Ik heb wel iets te vertellen. Ik heb een mailtje gehad van het ziekenhuis en de afspraak is nu naar volgende week donderdag gezet. Dus 4 juli moet ik naar het ziekenhuis en dan gaan ze de onrustige cellen verwijderen. Ik zie er echt onwijs tegenop, maar ja, goed. Het is in ieder geval beter als 15 juli, omdat de arts dus er niet mee eens was dat het, die vonden het te lang duren. Dus nu moet ik 4 juli om 12 uur, dus, dat is dan dat. Ja, dan moet ik maar gewoon eventjes afwachten. Ik kan er niet veel anders van maken. Ja, gewoon een beetje proberen rustig te blijven en ik denk maar gewoon proberen over me heen te laten komen. Maar ik denk dat de zenuwen wel komen als het eenmaal 4 juli is. Dat is volgende week. Goed, nu ga ik eventjes wat doen, even muziek aanzetten en dan ga ik even aan de gang. En de hoop dat ik niet helemaal wegsmelt, maar ik denk dat ik het wel onwijs warm ga krijgen. Hij is ingelijst. Jullie kunnen het zo beter zien. Niet heel goed. Hij hangt nog niet perfect. Hij moet nog wat hoger. Maar ik had hier toevallig eventjes een spijkertje hangen waar ik hem aan op kon hangen. Dan ben ik hem in ieder geval kwijt. Dat komt later wel. Daar ga ik nu allemaal niet mee kleren, want het is veel te warm. Maar hij is ingelijst. Je ziet, hij is te groot. Maar de lijst voor de eigen maat, daar past hij dus niet in. Maar voor nu is het eventjes prima. En dan ga ik dat later nog even verhangen. Zo, alles is klaar. Ik heb het dit alles van mijn hoofd afgelopen. Ik heb het echt heel warm. Maar goed, ik heb alles wel weer helemaal schoongemaakt. Dus dat is wel weer heel erg lekker. Want dat vind ik toch dan fijn. Ondanks dat het dan warm is, wil ik dat toch graag doen.
En het voelt dan ook wel weer heel erg lekker schoon aan. Dus dat is wel weer heel fijn. Nou, ik ben wel blij dat de duimpeting ingelijst is. Ja, net wat ik zeg, de lijst past dus niet helemaal. Maar voor nu vind ik het prima. En ik vind hem voor nu wel even prima hangen. Dat verhangen komt later wel een keer. Katjes hebben net lekker gegeten. Die zijn ook een beetje aan het uitheigen. Want die hebben het ook heel erg warm natuurlijk. De vaatwasser die draait. Dus ik heb straks ook weer lekker schone vaat. En nou, helemaal prima. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Ga ik even lekker met een maskertje op de bank. Dan ga ik daarna douchen en even lekker eten. Vanavond kijk ik gewoon weer, ik weet er alles van. En daarna het perfecte plaatje op reis. Werd nou trouwens weer gebeld door het ziekenhuis. We hadden nu ook op 5 juni 's middags een spreekuur. Ja, zou je dan kunnen? Ik zeg nee. Ik zeg, ik heb het nou al helemaal geregeld. Ik zeg, nee, dat gaat het niet worden. Dus het blijft gewoon die 4 juli. Maar ik denk, ja, we blijven ook niet aan het wisselen, weet je. En ik snap dat ze misschien denken van, ja, omdat het nu allemaal een beetje last minute moet. Omdat er eerst helemaal geen plek was. Maar ja, goed, dat is nu even niet mijn probleem. Het is even wat het is. Verder ga ik mijn blogpost schrijven en mijn vlog inplannen vanavond. En ook eventjes een thumbnail maken. Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik weet het nog niet. Het is weer zover. En daarna in ieder geval even zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Maar het is met slapen ook wel echt vies warm. Ik had weer wat. Ik had maandagavond zag ik een springspin zitten. Die zat bij het gedenkhoekje. Dus die wilde ik weghalen. Maar hij was ineens verdwenen. Want ik moest dat tafeltje aan de kant schuiven. Ja, dus dat beest schrok zich een hoedje. Dus niet meer gevonden. Dus gewoon gaan slapen. Toen ging ik gisteravond, deed ik het lampje uit. Toen ik naar bed toe ging, ja, toen zag ik hem weer. Nou, toen heb ik hem wel te pakken gekregen. Wat raar dat hij dan toch weer op dezelfde plek terugkomt. Ik ga ervan uit dat het dezelfde was. Dus dat was wel weer even een dingetje. Ik had er van de week ook alleen op mijn slaapkamer. Ja, ik ben gewoon heel erg bang voor spinnen. Mijn keuken is ook helemaal lekker opgeruimd. Ik heb ook even die plank helemaal schoongemaakt. Dus wat dat betreft ben ik druk zat geweest. Dus nu even tijd om wat te drinken. Eventjes lekker in de relaxmodus. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 27 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het echt enorm warm. Mijn gezicht was ook helemaal bezweet toen ik wakker werd. Het sporten was nu ook wat zwaarder. Maar goed, het komt gewoon omdat het natuurlijk zo super warm is. Dus als het goed is nu het laatste dagje. Want morgen wordt het alweer iets minder. Want morgen wordt het, ik dacht, 22 graden. Even checken. Ja, nou dat is alweer een stukje beter. Want je wordt zo loom met het weer. Althans, dat heb ik heel erg. Ik heb gisteravond gekeken naar, ik weet er alles van, daarna het perfecte plaatje. Wel jammer, want degene waarvoor ik eigenlijk ook wel een beetje was, die is eruit gegaan. Dus dat was wel, wel jammer. Ik had het al wel een klein beetje zien aankomen, maar ik vond het wel jammer. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven en de vlog ingepland. Die is online gekomen. En het was echt super leuk, want ik heb mijn doel gehaald. Kijk, ik heb de 1000 abonnees. Hoe gaaf is dat? Ik kreeg ineens een reactie van een van jullie die zei, ja, gefeliciteerd, je hebt het gehaald. Ik zeg, oh, wat grappig, ik had het nog niet eens gezien, maar super leuk. Dus ik heb nu ja, de 1000 volgers, dus ja, super blij mee. En ja, ik wil jullie natuurlijk ook heel erg bedanken dat jullie ja, geabonneerd zijn op mijn kanaal en ja, gewoon altijd weer kijken naar mijn vlogs en video's. Dat vind ik echt super leuk. En ik had eigenlijk nooit gedacht dat het me zou lukken toen ik met mijn YouTube kanaal begon. Omdat ik gewoon wist dat het gewoon niet zo professioneel was. Nou goed, dat is dan later is het wat meer dat, dat ik het zelf wel echt wel verbetering zie in de video's. Maar wel super leuk dat dit dan het resultaat is dat, dat ik nu 1000 volgers mag hebben. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dus nogmaals bedankt. Verder heb ik een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. En ik zal heel even checken hoe het heet. Ja, ik vind het toch een beetje een lastige serie. Want ik moet zeggen, het loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Het is Claims. Hij is nieuw uitgekomen. Hij staat op de nummer 1 series. En het is een serie van 7 afleveringen. Dus ik ben wel benieuwd. En daarna CSI. En dat was echt super spannend. Maar dat was weer een vervolg. Dus vanavond is het vervolg. Dus ja, ik kan eigenlijk bijna niet wachten om dat weer te gaan kijken. Ik ga zo even stofzuigen. En een beetje de boel een beetje opruimen. En dan ga ik
video opnemen. En dan ga ik denk ik nog even zo'n plaat maken met de laatste kleurpotloden. Dan kan ik dat ook allemaal netjes opbergen. Ik moet nog even een was ophangen, want die had ik aangezet voor vannacht. Want die vannacht zou gaan draaien, witte was, dus die is klaar. En ik heb nog nieuw spul weer gekregen voor mijn piercing. Maar dat moet ik nog even pakken, want het staat denk ik nog bij de voordeur. Want het is bezorgd, maar dat zal ik zo eerst even doen. Dan zal ik het even laten zien. Ik heb dus dit besteld. Dit is After Piercing Solution. Het is eigenlijk een soort lotion. En ja, daar doe ik dus nu mijn oorbellen mee. Want ik heb het ook niet gekocht, want ik had het nog staan. Dus ik doe mijn oorbellen er nu mee schoonmaken. Maar het moet dus 6 weken lang. Ik wist niet of ik het 6 weken zou redden. En ik gebruik het ook nog wel eens als ik irritatie heb aan een piercing of zo die er al langer zit. Je kunt het ook gebruiken als je bijvoorbeeld oorbellen hebt die een beetje irriteren. Daar kun je het ook heel goed voor gebruiken. Maar je kunt het dus ook voor je piercings gebruiken. Dus ik gebruik het nu voor mijn gezette oorbellen. En ik wist dus niet of ik het zou redden. Dus vandaar dat ik een nieuwe heb besteld. Ik heb het bij Lucardi besteld. Maar het is echt topspul. Want ik heb wel eens gehad dat deze wat irriteerde, zeg maar. Die antitragus, en heb ik dat weer een paar dagen erop gesmeerd en dan herstelt het helemaal. Dus ik ben echt fan van dit spul, dus die had ik even besteld. Goed, ik ga even stofzuigen en dan ga ik alles klaarmaken om de video op te nemen. Even bijkomen hoor, want ik heb inmiddels weer een beetje hoofdpijn gekregen. Ik ging een shoplog opnemen, er zat ook kleding bij. En die kleding die wil ik dan van jullie aantrekken. Zaten er ook net nog wat dingetjes bij die eigenlijk een beetje wintergerelateerd al waren. Want die waren dan in de uitverkopen, die wilde ik dan ook aantrekken. Nou, dat voel je wel, want dat is nog meer zweet. Maar het is uiteindelijk allemaal gelukt. Ik heb net de lamp opgeruimd van het filmen, dus dat is ook allemaal weer helemaal top. Nou, die plaat is af. Ik had één schrijffoutje gemaakt. Nou, heb ik het met Tipex weggewerkt. In mijn hoofd is dat eigenlijk weer niet lekker. Maar ik denk dat ik het zo laat, maar daar kan ik nog even over nadenken. Anders moet ik hem weer opnieuw maken. Ik weet niet of ik daar heel veel zin in heb. Maar goed, verder is alles klaar. Katjes hebben net lekker gegeten. En ik heb de spullen nog niet naar boven gebracht. Want sommige dingen die had ik online gekocht. En ik dacht, nou dan kan ik nog eventjes gewoon de prijzen zien op de producten. Want dan weet ik dat allemaal niet meer helemaal goed. Maar dat komt helemaal goed. Ik ga nu zo in ieder geval nog even heerlijk relaxen. Ik denk nog even lekker een maskertje opdoen. En dan ga ik straks eens lekker douchen. Vanavond eet ik macaroni. Daar heb ik ook wel zin in. Ja, eigenlijk koken wil je eigenlijk liever niet met dit weer. Maar ja, je moet toch eten. En ik hou niet van salades en zo. Dus nou, ik ga gewoon koken. Dan moet ik nog wel even die was doen. Want dat is nog niet gelukt. Dus dat moet ik nog even doen.
Vanavond ga ik gewoon kijken naar Ik weet er alles van. En vluchtseizoen, want nu gaan de jongens dus op de vlucht. Daar heb ik ook heel veel zin in. Lijkt me echt super leuk. Sowieso nog even een spelletje doen. Dan ga ik lekker mijn foto's bewerken. Misschien nog even wat op de computer doen. Ik wil eigenlijk nog even wat muziek op de iPod zetten. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna verder met CSI, waar ik dus echt super veel zin in heb. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. Ik zit te denken, zal ik even een aspirintje nemen? Weet ik nog niet. Ik ga in ieder geval even proberen om even lekker te relaxen en een beetje af te koelen. En dan morgen wordt het weer koeler en daar verlang ik naar. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen en heb ook eigenlijk niks meer te vertellen. Dus bij deze zou ik zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 28 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen, dus dat is allemaal weer klaar. Dus dat is fijn. Het is lekker afgekoeld. Ik heb de boel open, ik heb het raam openstaan. Ik heb het zo onwijs warm gehad met slapen. Het was gewoon vies benauwd. Met sporten, dat was ook echt verschrikkelijk. Maar nu heb ik alles lekker openstaan in de hoop dat het allemaal een beetje gaat afkoelen. Want het is nu, geloof ik, 22 graden als ik het goed heb. Ik zal het even nakijken. Ja, 22, dus dat is heerlijk. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van en daarna het vluchtseizoen. Ja, het was op zich wel leuk, alleen ik vond het jammer, want ik had gehoopt dat ze gepakt werden. En dat was niet het geval, maar ja, daar had ik toch wel op gehoopt. Het was op zich wel een keer leuk, maar dat moeten ze ook niet altijd doen. Dus ja, goed, ik heb er op zich wel van genoten. Daarna heb ik nog even lekker een spelletje gedaan en heb ik mijn foto's bewerkt voor mijn blogpost. Ik heb lekker wat boeken nog weer binnengehaald. Nog even bezig geweest met muziek. En toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Was ook wel weer leuk. En daarna CSI, dat was het vervolg. En dat was echt super spannend. Dus dat was allemaal wel fijn. Toen ben ik nog even in bed gaan lezen en ben ik gaan slapen. Ik werd alleen een beetje gek van het ziekenhuis. Want nu werd ik weer gebeld. Er is een plekje vrijgekomen, 4 juli om 9:30. Kun je dan? Ik zeg, nee, gaat niet. Ik zeg, ik heb alles geregeld. Ik kan niet. Oh ja, dat is wel jammer, want eigenlijk de afspraak die ik nu heb is om 12 uur. En dat valt dus eigenlijk buiten de spreektijd die ze hebben. Ja, dat zal eigenlijk de lunchpauze zijn. Maar ja, ik kan gewoon nu niet anders. Ik heb nu alles geregeld, dus dat is gewoon niet anders. Ja, het is wel jammer, maar ik blijf ook niet aan het wisselen. En ja, het is voor mij gewoon moeilijk, omdat ik er zelf niet heen kan. Dus nou ja, ik heb het nu allemaal geregeld. Ik heb ook gewoon aangegeven, nee, dat wordt er niet. Dus nou ja, goed. Ze vonden het jammer, maar het is niet anders. Maar nou moet het ook wel klaar zijn. Want ik ben al voor de tweede keer gebeld of ik kon wisselen van afspraak. En ik heb er nou even geen zin meer in. Ik ga zo even stofzuigen en dan ga ik chocolaatjes maken. En dan ga ik jullie gezellig bij meenemen. Dus daar heb ik wel zin in. Dus ik ga even de boel opruimen en dan gaan we gezellig chocolaatjes maken. Dus ik ga jullie gezellig meenemen. Dus ik ga eventjes gaan stofzuigen en dan gaan we dat doen. Hier heb ik het malletje. Dan ga ik er een paar, daar doe ik wat discodipjes in. En wat met nootjes. En daar ga ik dan de chocolade in gieten. En die ga ik zo eerst au bain marie smelten. Dus ja, dat ga ik nu eerst eventjes doen.
chocolaatjes zijn klaar. Die gaan nu zo de koelkast in. Dus jullie zien later het resultaat. En ik heb nog een beetje hierin gedaan. Want ik had nog wat over. Dat vind ik zonde om weg te doen. Dus heb ik gewoon hierin gedaan. Maar dit zijn de Nijntjes chocolaatjes. Ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien. Inmiddels is de chocolade ook hard. Dus nou kan ik ze eruit gaan halen. En even kijken of ze mooi geworden zijn. Want ik ben wel benieuwd. We gaan het zien. Ik denk dat dit niet helemaal goed gelukt is. Maar ik ga het gewoon eruit halen. Zo is het geworden. Je ziet dat het eigenlijk best wel goed pakt. Ook met disco dip en met nootjes. Dus ze zien er lekker uit. Dus ik ga snel eventjes proeven. Maar het zijn dus Nijntjes. Dus ja, dit is dan die grote. Maar die is een beetje misvormd. Maar ik ben wel blij met het resultaat. Zo, dat was toch wel een leuk middagje. Het chocoladesmelten ging een beetje traag. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik heb niet echt een goed bakje die zeg maar echt op het pannetje past. Maar uiteindelijk is het gelukt. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Hoe het geworden is. Ook vooral met die dipjes erop. Want ik weet niet of dat pakt. Maar dat gaan we wel zien. En voor het eerst ook met een spuitzak gewerkt. En dat ging eigenlijk ook best wel goed. Was even wennen. Maar uiteindelijk is het wel goed gelukt. En ik moet echt zeggen. Die nagellak die blijft zo goed zitten. Die zit er nou vanaf zondag op. En ik heb een klein chipje. Maar voor de rest is die nog helemaal mooi. Heel bijzonder. Ik denk wel dat ik hem er vanavond af ga halen. Want dan kan ik mijn nagels even lekker laten luchten. Nou, ik ben verder eigenlijk wel tevreden. Ik heb er even het een en het ander opgeruimd. En gewoon even lekker bezig geweest. En ik geniet gewoon heel erg van de boel die open staat. Ik hoop ook dat de slaapkamer vooral afkoelt. Want die is ook heel erg benauwd. Maar dat gaan we zien. Ik heb die spuitzak nu even in de douche neergelegd. Dan kan ik hem met douchen wel eventjes een beetje schoonmaken. Want ja, in de keuken is het natuurlijk niet zo handig. Omdat ik... mijn water nog steeds niet wegloopt. En ik moet nog steeds een mailtje sturen. Maar omdat nu ook dat ziekenhuis er weer tussendoor komt. Heb ik zoiets eventjes één ding tegelijk. Ik ga nu zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik eventjes de laatste aflevering van De Slechtste Chauffeur terug. Het is al lang geweest. Maar die stond er nog op. En dan ga ik weer eventjes ook sowieso ook beter alles van kijken. Dan ga ik even een spelletje doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En daarna... Scott en Bailey. En dan ga ik lekker naar bed om het boek te lezen. En dan hoop ik dat ik een iets betere nacht heb qua warmte. En ik ben daar ook aan het luchten. Maar ik merk dat het hier wel wat koeler wordt. Mijn slaapkamer koelt het nog niet heel erg af. Maar goed, we gaan het wel zien. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan ook eventjes lekker in de relaxmodus. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 29 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb wel lekker de boel open, ondanks dat het, even kijken, hoeveel graden is het? 24 graden, dus het is wel licht bewolkt, maar het is toch koeler als dat het binnen is. Dus ik dacht, nou dan gooien we toch de boel open, kunnen we toch weer eventjes een beetje luchten. Dus dat is wel lekker. Ik heb gisteravond gekeken naar, ik weet er alles van, en daarna eventjes Slechtste Chauffeur van Nederland afgekeken. Daar ben ik nu ook helemaal klaar mee. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan en ben ik mijn video in elkaar gezet. Het heeft heel lang geduurd. Ik heb er 1,5 uur over gedaan, maar dat komt omdat ik beelden moest knippen en plakken en de teksten moest inspreken. Dus dat duurde gewoon iets langer. Een blogpost heb ik geschreven en nou, dat ging eigenlijk allemaal wel van een leien dakje. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. En daarna Scott en Bailey, dat was mooi. En toen ben ik gaan slapen. Of nee, eerst mijn boek gaan lezen, toen ben ik gaan slapen. Ik heb niet al te best geslapen, want het was warm. Ik heb heel erg last van dit ilt aan mijn voeten, dus dat ga ik zo even wegvrijden. Ik werd op een gegeven moment wakker van een nageltje wat los zat bij mijn teen. Maar ik was niet wakker genoeg om het weg te knippen, zeg maar. Dus op een gegeven moment werd ik echt wakker. Toen dacht ik, oh, ik heb het dus niet gedroomd, dat nageltje zit er echt. Dus toen heb ik het wel weggehaald, maar... En dat is zo raar dat je dan eigenlijk ergens merkt van, hé, er prikt iets, maar nee, ik ben niet in staat om het nu weg te knippen. Dat je gewoon verder slaapt, dat vind ik altijd heel gek. Nou, ik heb net eventjes mijn make-up tafel helemaal opgeruimd. Alle make-up die ik gebruikt heb voor een review op mijn blog heb ik weer eventjes apart weggelegd. Ik heb alle kwasten even verzameld die moeten gewassen worden. Dus ja, op zich wel lekker allemaal. Ja, ik ga zo eerst even mijn voeten veilen. Ga ik even dat handwasje aanzetten met die kleding van de Zeeman en de Wibra. Dan is dat ook weer klaar.
Nou ja, goed. En dat soort dingetjes. Dus ik neem jullie mee. En dan straks weer even de kwast te wassen. Dus dat komt goed. Maar ik ga nu eerst even mijn voeten vuilen. Want ik heb er echt heel erg veel last van. En dan kan ik daarna even lekker stofzuigen. Natuurlijk die nootjes hangen voor de vogels. Maar elke keer kwamen er eigenlijk geen vogels op af. En nu zag ik gisteren voor het eerst een vogeltje erbij zitten. Maar ik denk dat hij geschrokken is, want ik had de hoordeur dicht. Mijn tijgertje zat ervoor. Dus hij was ook heel snel weg of hij is van mij geschrokken. Maar ik vond het wel leuk om te zien dat er een vogeltje zat. En misschien komen ze ook wel als ik er niet bij in de buurt ben. Maar ik vond het wel heel leuk om te zien. Zo, dat was echt wel een hele lekkere productieve middag. Wasje gedraaid, die heb ik dus net opgehangen, hebben jullie kunnen zien. Ik heb de mallen van de chocolade weer schoon. Kwasten zijn gewassen, ik ben nog steeds een kwastje kwijt. En ik weet echt niet waar die gebleven is, dat is wel vervelend. Misschien had hij gewoon nog ergens in de slaapkamer ligt. Verder eventjes mijn blog en YouTube-boek bijgewerkt. Spullen opgeruimd vanuit de slaapkamer, wat was naar boven gebracht. Dus ja, ik ben eigenlijk wel weer heel erg blij. Dus dan kan ik wel zeggen, ja, ik ben lekker productief geweest. Oh ja, en mijn voeten zijn weer zacht. Nou ja, ze konden nog zachter, maar ik vind nu zacht genoeg. En ik heb dus eventjes, die had ik boven nog liggen. Dat was ik alweer bijna vergeten. Ik heb van Shawl, zeg maar. Ja, ik heb ook zo'n voetenvel van de Shawl, maar... Ik heb niet meer zo'n rond dingetje. En volgens mij moet het aparte batterij in die ik nu even niet heb. Maar dan kan ik ook even mijn nagels lekker doen. En dat is dan dit dingetje. En daar kun je dan zeg maar... zit gewoon zo'n puntje op. En dan kunnen deze opzetstukjes op. En dan kun je je nagels even fijn glad maken. Dus dat ga ik ook even doen. Want die zag ik. Ik dacht, oh, dat ga ik eventjes weer doen. Ik weet eigenlijk niet wat voor batterij hierin moet. Er zit nog wat in. Top. Dus dat. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Want ja, ik heb nu alweer even genoeg gedaan. Ik heb een lekker maskertje op doen. Vind ik lekker. Dan heb ik ook alle maskers weer getest voor de review op mijn blog. Ik ga even wat drinken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer Oh Wat een Jaar. Want ja, ik heb heel veel nog niet gezien. Dus ik vind dat wel leuk. Wel de jaren 70. Daar ga ik heel weinig van weten. Maar met Alba en zo is op zich nog wel grappig. Ik weet niet welke gasten er zijn. Vandaag ga ik even een lekker spelletje doen. Dan ga ik de vlog voor het grote gedeelte in elkaar zetten. Misschien nog even wat verder doen op de computer. Even kijken of het daar het in beslag neemt. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En daarna weer Moeder Mafia. Dus dat wordt eigenlijk de planning voor vanavond. En dan ga ik daarna lekker naar bed om mijn boek te lezen. Want het is echt een heel erg leuk boek. Ik ga nu dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes een beetje... relaxen, want het is toch wel weer heel erg warm. Even kijken of het nou toch nog weer warmer geworden is. Het zal me niks verbazen. Even kijken hoor.
Ja, het is toch 25 graden geworden. Maar goed, morgen wordt het wel weer koeler. Want dan is het 21 graden. Maar de regen die komt niet meer, die voorspeld is. We gaan het allemaal wel zien. Ik ga eerst nog even gauw mijn plantjes water geven. En dan ga ik even lekker relaxen. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 30 juni. Ik zit nog even lekker op de bank bij de ventilator. Het raam staat open. Ik heb ook de deur openstaan in de keuken. Dat is allemaal wel fijn. Nou, ik heb gisteravond gekeken naar Oh, wat een jaar. Het was wel leuk, ondanks dat ik weinig wist, want het was later de jaren 70, kom eens muisje. Nou, toen ben ik eventjes lekker nog een spelletje gaan doen. Heb ik mijn vlog, voor zover het lukte, bewerkt, opnieuw muziek op mijn iPod gezet en nog wat boeken op mijn e-reader. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken, die echt super spannend is. Ja, ik probeer mijn jurk, die is wat langer, over mijn benen heen te doen. Daarna heb ik Moedermafia gekeken, dus dat is ook weer leuk. Toen ben ik lekker naar het bed gegaan en een boek gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Maar ik heb een nieuwe controller. Ik heb hem gekregen van mijn moeder, echt super lief. En hij komt uit Amerika en Nathalie heeft het allemaal geregeld met bestellen. Ik heb natuurlijk een Switch en ik merk met de gewone basic controllers dat ik op een gegeven moment heel erg kramp krijg in mijn handen. En dat het niet altijd lekker vasthoudt omdat ik heel veel in de hand speel. En deze controllers die hebben net weer wat betere grip, zitten ook allemaal licht in en zo. Ik zal hem zo even laten zien. Dus Nathalie had ze besteld, dat is morgen 2 weken geleden. Ze kwamen uit Amerika en het moest allemaal omgerekend worden met dollar en zo. Daar heb ik toch allemaal geen verstand van. Dus ze had ze bij haar laten bezorgen. Maar toen waren ze dus afgelopen dinsdag of woensdag al binnengekomen. Toen waren ze bij haar bij de buren bezorgd. Die waren op dat moment niet thuis. Dus nou, toen had ze opgehaald. En toen waren het inderdaad al de controllers. Volgens mij was het donderdag. Ja, dat was donderdag dat ze opgehaald had. Dus woensdag waren ze dan bezorgd. Dus dat heeft letterlijk 9 dagen geduurd voordat ze er al waren. Het zou 25 werkdagen zijn. Dus in eerste instantie dacht ik, nou, dan rond lentes verjaardag zal die er wel zijn. Maar nu waren ze er al veel eerder. Toen zei Nathalie van, ja, ik vind het eigenlijk niet zo leuk voor jou als je dan zo lang moet wachten. Dus die was zo lief om hem al eventjes aan te brengen. Dus die heeft hem eventjes afgeleverd. Dus ik was even naar de auto gelopen. Dat was super schattig, want Lente, ik zag Lente wel. Die zat al naar me te zwaaien en te lachen. Dat was wel super leuk. Ja, dat zat lekker voorin in de maxicozy, maar ze had de zonneklep eroverheen. Dus die kon ik niet zien. Maar ik denk dat hij misschien wel sliep. Toen heb ik ook gelijk mijn armbandje even meegegeven. Want die is kapot. En ik vind de juwelier bij mijn moeder, die vind ik gewoon fijn. En de juwelier, die vind ik gewoon niet zo betrouwbaar. Dus toen vroeg ik of mijn moeder hem daarheen wilde brengen om te laten maken. En dat wilde ze wel doen. Dus die heb ik gelijk meegegeven. En dan heb ik hem waarschijnlijk met Lente de verjaardag al wel weer terug. Maar ik zal de controller eventjes laten zien. Ik ga hem vanavond uitproberen, maar die beelden zal ik hierna gelijk er even inplakken, zodat jullie even kunnen zien hoe dat eruit ziet, mocht je dat interessant vinden. Maar ik zal hem er eerst eventjes bij pakken. Dit is het doosje waar hij in zit. Hij is van het merk Nixie, als ik dat goed uitspreek. En ik ga hem eventjes openmaken. En je had hem in verschillende kleuren. En ik ga heel even sprayen, want het tijgertje komt hier bij de camera. Ik heb een zwarte gekozen. Ik maak nu het doosje even open. En dan hebben we hier het oplaadsnoertje. Ik weet ook niet hoe vol die is. Misschien moet die er meteen wel op. Oh ja, dan hebben we dit stukje. Daar kun je ze aan klikken. En kijk, en dan zijn dit de zijkantjes die je dus aan de switch maakt. Ik zal even zo'n originele pakken. Dit is dus een originele. En die ga ik ook nog steeds gebruiken hoor. Want die gebruik ik ook bijvoorbeeld bij Switch Sports. Maar deze heeft dan niet zo'n grip. En deze heeft dus een hele handige grip die zo in je hand ligt. Die maak je dan aan je switch. Daar zitten dan allemaal knopjes en lichtjes in. En dit gaat ook licht geven. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Maar je kunt hem dus ook... Kijk, als je bijvoorbeeld op de televisie speelt. Mijn switch kan dat.
Dan maak je hem aan dit tussenstukje. Dan heb je gewoon een pet, zeg maar. En dan kun je hem heel makkelijk eraf halen door dit knopje in te drukken. En dan haal je hem weer los. Dus echt super, super blij mee. Ik ga hem dus vanavond testen. Maar wat ik net al zei, ik zal die beelden er even tussen plakken. Nathalie, die zei, ik kan ook nog wel even helpen met dingetjes, zeg maar. Ik weet ook niet hoe je dit op moet laden. Want ik zie dus niet een oplaadpunt of zo. Oh, hier zit dat. Ja, dan moet je denk ik wel daaraan. Hè? Moet je ze allebei opladen? Hier kan het niet. Nou, moet ik allemaal nog even navragen. Nathalie heeft hem al in gebruik. Dus super leuk. Ik ben er in ieder geval super blij mee. Ik ga nu zo eventjes lekker de groenten afhalen en stofzuigen en zo. En dan ga ik daarna eventjes... ik wilde eigenlijk nog even naar boven, maar ik weet niet of het een goed idee is. Want het is natuurlijk echt super warm. Oh, er zit ook een boekje bij. Nou, dat is ook wel handig. Maar als dat alleen maar weer Engels is, dan is het weer niet zo handig. Want dat is natuurlijk niet zo mijn ding. Er zit ook turbo en alles op. Indicator voor de light. Nou, ik ga het allemaal wel even onderzoeken. Nathalie, die kon me ook nog wel even helpen vanavond, zei ze. Maar in ieder geval, dat is de controller. Maar goed, ik ga nu dus eventjes de groenten doen en alles. En dan ga ik daarna wel even kijken wat ik moet doen. En ik ga sowieso foto's maken. Dus ik laat sowieso straks even de foto's willen zien. Maar dat is in ieder geval mijn nieuwe controller waar ik heel blij mee ben. Dus zowel super lief van mijn moeder als van Nathalie dat ze hem al even aangebracht had. Oké, ik heb deze er nu aan zitten en het ligt heel fijn in de hand. En je kunt dus met deze kleurtjes spelen door, kijk, hier op te drukken. En dan kun je dus verschillende kleurtjes. Nou, ik wil heel graag de meer kleurige. Dus een beetje deze wil ik. Ik weet nog niet helemaal hoe het met de achterkant zit, maar het voelt heel fijn aan. En ook die knoppen zijn heel groot aan de achterkant, dus het is echt ideaal. Dus en dit kun je dus allemaal nog instellen, maar dat moet ik even naar kijken. Ik ben in ieder geval met het boekje bezig geweest, dus, maar dit is wel heel fijn. Dus nu ga ik gewoon even kijken hoe dit speelt. Nou, ik vind die kleurtjes al wel super leuk. En deze leg ik apart, want ik denk dat ik die nog niet nodig heb. Ja, als ik op de... op het dok speel natuurlijk wel. Dus die doe ik gewoon even netjes in de bak van alle spullen. En net als het oplaadsnoertje. Dus het is nu al heel fijn. Ik ben heel benieuwd hoe het nu gaat met spelen. Ik heb de fotospullen gepakt. Ik heb hier de Juicy Bomb Shiny Lip Gloss. Dit is een limited editie. Want deze heeft dus zo'n heel grappig dopje. Die past ook trouwens op elke Juicy Bomb. Dan heb ik hier de twee Cheek Affair palettes van Catrice. In twee verschillende kleuren. En dan heb ik hier nog een... Lifting Skin Prime and Mix Dry All Serum Primer. Dus hier ga ik weer even foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Ik ben zo blij. Ik was een beetje aan het rommelen bij de make-up hoek. Want ik wil ook mijn lipglossjes allemaal weer een keer gaan gebruiken. Dus heb ik allemaal in een bakje gelegd. En wat kwam ik tegen? Mijn kwastje die ik kwijt was. Zo blij. Want ik vond het zo vervelend dat hij weg was. Ik dacht hij moet ergens zijn. Maar ik heb hem weer gevonden. Dus... helemaal gelukkig, want ik vertelde gisteren nog dat ik hem niet kon vinden. Dus ik ben zo blij dat hij er weer is. Ja, helemaal happy mee. Hoe blij kun je de mens maken van een kwastje die je weer terugvindt? Maar ik vind dat gewoon altijd heel vervelend als zoiets kwijt is. Maar hij is terug. Yippie. Zo, ik ben weer lekker klaar. Ik heb nog best wel veel gedaan. Ik heb net de plantjes water gegeven, de katten hebben net gegeten... de groente is afgehaald. Ik heb toch boven nog iets gedaan. Het is eigenlijk voornamelijk even wat kleding in de kast gehangen. Want echt verder heel veel doen kon niet. Want het is nu ook weer wat meer zonnig. Foto's gemaakt. Toen heb ik deze gevuld. Ik heb er dus desinfectiespul in. Maar het vullen is niet zo heel erg handig. Want het is een heel klein gaatje. Maar er zit wel wat in. Dus het is niet super veel. Maar er komt wel wat uit. Misschien dat ik nog iets makkelijkers vind hoe ik het beter kan vullen. En ook deze heb ik gevuld. Kijk. Helemaal vol.
En nou, dan kan ik daar ook even gebruik van maken. Want echt, ik heb vieze schermen en dan doe ik er vaak wel even een doekje over. Maar dit is beter. Dus dat is allemaal fijn. En net nog even mijn keukenmuur even schoongemaakt. Want er zat wat chocolade aan van te smelten. Dat is ook allemaal klaar. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden. En nu ga ik zo even lekker relaxen. Want het waait wel, het raam waaide wel steeds dicht. Maar hoeveel graden is het binnen? Ik geloof niet dat het heel veel afkoelt. Het blijft hangen op 25. Goed. Nou, dan ga ik straks lekker eten en douchen. Vanavond ga ik even iets terugkijken. Want verder wat er nu allemaal op tv is voornamelijk herhaling. En dat hoef ik natuurlijk niet meer te zien. Dus ik ga even kijken, iets terugkijken. Ik ga sowieso natuurlijk eventjes lekker mijn controllers testen. Maar ja, goed, die beelden hebben jullie dus al gezien hoe dat eruit ziet. Maar ik laat morgen wel even weten hoe het is met spelen. En het is voornamelijk even leuk om de lichtjes en zo aan jullie te laten zien. Dus nou ja, goed dat. Dan ga ik lekker mijn foto's bewerken. Nou, dan ga ik wat op de computer rommelen. Ik heb de foto's ook al geïmporteerd. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en daarna weer CSI. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen en slapen. Dus dat wordt verder ook mijn avond. Straks de buren waren aan het koken. Rook lekker, maar ik rook vooral de boter die ze aan het opzetten waren. Rook echt super lekker. Dus dat. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 1 juli. Ik ben net klaargemaakt. Er was net even een situatie. Ik was even met Nathalie aan het bellen. En ik was ondertussen op de slaapkamer met mijn make-up bezig. Maar ik had wel net het raam opengezet en ik rook een brandlucht. Nou moet ik wel zeggen, de laatste dagen heb ik dat al wel vaker geroken. Dus het was niet dat ik meteen dacht van, wow, wat is dit of zo. Totdat ik ineens een sirene hoorde. Zei ik tegen Nathalie, ja, ik hoor een sirene. Oh, ze zei, ja, ik hoor het nu ook. Hij kwam heel dichtbij. Maar ik zag aan de achterkant niks. Ik zeg, nou, ga even aan de voorkant kijken. Toen kwam ik hier bij het raam. En toen stond hij echt letterlijk hier in de straat. Dus in het blok waar ik woon, daar was blijkbaar een brandje. Ik denk niet dat het gelukkig heel heftig was. Want ze waren vrij snel weer weg. En de ambulance heeft ook niemand meegenomen. Er was geen politie bij of zo. Maar het was wel eventjes dat ik dacht van, wow, wat is dit? Ik weet ook niet waar het precies is. Of het boven of beneden was. Maar goed, ik hoop in ieder geval maar dat het allemaal goed is. Maar ik denk niet, misschien waren de mensen ook wel niet thuis. Want het was verder gewoon. Ze hebben niemand meegenomen, dus dat is fijn. Maar dat was wel eventjes een dingetje. Ik heb gisteravond gekeken naar Marble Mania. Had ik er nog wat van opstaan. Dus die heb ik eventjes gekeken. En daarna heb ik lekker een spelletje gedaan. Ik heb natuurlijk die, hoe heet het, uitgetest. En dat ging echt als een malle. Die controllers, dat bevalt echt super goed. Dus dat was echt heel erg fijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook mijn nagels gelakt. En dat is deze. Ik heb ze in de kleur 100 Party Animal gedaan. Dus dat is wel leuk. Het was een limited lakje. Toen heb ik lekker mijn foto's bewerkt. Nu ga ik... daarna heb ik lekker mijn Netflix serie gekeken. Zie je zij wat super spannend was. En toen... Thank you.
Zo, ik ben weer klaar. Ik heb het wel echt onwijs warm gekregen, want het was warmer dan gedacht, maar het is allemaal wel lekker gelukt. Douche is schoon. Ik merkte ook dat de deur een beetje vies was, zat hier dan met chocoladevegaan, heb ik nu allemaal lekker schoon. De gang is schoon, de bakken zijn weer schoon van de katten. Ja, alles is weer lekker gedaan. Ik heb nog wel even het raam openstaan. Ik merk wel dat het buiten iets frisser is, wat heerlijk is. Maar binnen koelt het nog niet zo heel erg af, maar goed, dat zal de komende dagen hopelijk gebeuren. Nu ga ik ze eerst even wat drinken en ik heb lipgloss op en daar plakken dus haartjes aan. En dat vind ik altijd het nadeel van de lipgloss. Nou, dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon, ik weet er alles van. En daarna meester Frank Visser, die ga ik terugkijken. Ik ga me sowieso nog even lekker een spel doen. Lekker met mijn nieuwe controllers, want het is heel leuk. Want je hebt ook drifting erin. Dat betekent dus dat hij ook trilt bij bepaalde functies. Dat is echt super top. En dat heb je bij de gewone... Joy-Cons dus niet. Dus dat is echt heerlijk. Nou, dan ga ik mijn blogpost schrijven. Misschien nog even wat doen aan de foto's voor het artikel van vrijdag. Want ik weet niet hoe het donderdag en allemaal gaat natuurlijk. Omdat ik dan dat ingreepje heb. Dus moet ik maar even zien. Dan ga ik lekker mijn YouTube, mijn Netflix-serie kijken. En daarna lekker weer CSI. En dan ga ik lekker... naar bed om mijn boek te lezen. Die is bijna uit. Het was nu echt super spannend. Maar toen dacht ik, nou, ik kan nu beter gaan stoppen. En dan hoop ik ook iets beter slapen. Ik heb vannacht niet al te best geslapen. Maar goed, dat gaan we gewoon zien. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker in de relax modus. Dus ja, bij deze zou ik dan zeggen, tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag. Het is 2 juli. Ik ben klaargemaakt. Het is 16 graden. Het is lekker bewolkt. Ik heb het raam openstaan. De deur in de keuken en ook lekker het raam op de slaapkamer. Dus dan kan het weer eventjes lekker doorwaaien. Het koelt wel langzamerhand af in huis, maar het gaat nog niet super hard. Maar ik heb wel lange mouwen aangetrokken. Nou, ik heb gisteravond lekker gekeken naar Ik weet er alles van. En daarna heb ik een meester Frank Visser teruggekeken. Ik heb nog even wat was weggevouwen. Dus ik heb zelfs nog een shirtje, er zat een gaatje in, die heb ik gemaakt. En ik had een joggingsbroek en dat touw, dat was er... uit, zeg maar. Niet helemaal eruit, maar die zat er nog ongeveer een heel klein stukje in. Dus ik dacht, oh, dit is zo'n drama. Dus daar ben ik mee aan het stoeien geweest. Dus die zit er weer doorheen. Uiteindelijk heb ik er dus zo'n klikklakknipje aangemaakt. En die heb ik er doorheen geregen. En toen zat hij er weer doorheen. Dat vond ik zelf wel fijn. Want ja, ik merk gewoon dat ik het gewoon irritant vind als hij dan in de kast ligt. Terwijl die er half doorheen zit. En dan weet ik gewoon, als ik hem pak, dan ben ik vergeten dat dat ding er niet meer doorheen zat. Nou, ik heb even lekker een spel gedaan. Toen ben ik lekker mijn blogpost gaan schrijven. Al wat foto's voor het artikel van vrijdag bewerkt. En toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Vanavond weer de laatste aflevering. Dus ik ben benieuwd. En daarna heb ik CSI gekeken. Toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek uitgelezen. Dus eigenlijk een prima avond. Kan ik wel stellen. Dus dat was wel lekker. Ik wil zo even een foto maken voor Instagram. Voor dat ik 1000 abonnees heb. Dat vind ik wel fijn. Dus dat ga ik sowieso eventjes doen. Ik moet een video opnemen. Ik wil hier en daar nog even wat dingetjes doen. Want ja, ik weet gewoon niet in hoeverre ik na donderdag nog heel veel kan doen. Omdat ik dan natuurlijk dat ingreepje heb gehad. Dus ik probeer vandaag en morgen nog zoveel mogelijk te doen. En daarna ga ik even diamond painten. Maar ik had een mailtje gekregen van dat bedrijf, zeg maar, waar ik dat pakket van had gekregen. Die mooie diamond, of die mooie schilderop nummer. En die vroegen of ik toch nog wat meer informatie wilde geven over de verf en dat soort dingen. Dus dat ga ik ook nog even doen. Dat laat ik jullie dan nog wel even zien. Want dat was dus eventjes de vraag of ik dat nog eventjes in de vlog kon laten zien. Dus dat zal ik ook eventjes doen. Dan heb ik in ieder geval... gedaan waarom gevraagd werd. En daarna dus even diamond paint. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus ik ga nu eerst even lekker stofzuigen en zo. En dan kan ik eventjes lekker verder hier.
Nou, ik had jullie laatst natuurlijk een tijdje geleden, of een tijdje geleden heb ik jullie laten zien dat ik een samenwerking had gekregen van Schilder op Nummer. En u vroeg het bedrijf of ik toch nog wat meer informatie hierover wilde geven. Ik heb de verf even losgehaald en je hebt dus 36 kleuren verf bij deze. En het is dus ook, even de kat aan de kant hoor, acrylverf. En ja, de potjes zijn op zich vrij, ja, zijn niet super groot, maar ik denk dat je hier prima mee kunt verven. Want je hebt natuurlijk niet heel veel nodig. Zoals je ziet zijn het ook vooral wat basic tinten. Er zit trouwens, de penseeltjes die hierbij zitten zijn van nylon. En je hebt dus drie formaatjes ook. En er zitten ook ophanghaakjes bij. Die kun je dus weer aan deze bevestigen. Die zal ik er zo ook nog even uithalen. Nou ja, deze had ik al verteld. Hè. Dit is van nylon. Dus dat is natuurlijk wel ideaal. Ik laat hem er nu even in zitten. Maar dit is nylon. En dan zal ik ook nog even wat informatie geven over de kwasten die ik erbij heb gekregen. Maar het is dus acrylverf. En ja, ik doe hem dan zo op elkaar, want zo zat het. Zeg maar. En nee, goed. Dat waren dus de 36. Zal ik zo ook eventjes laten zien hoe je dat dan kan bevestigen. Maar we gaan het natuurlijk uiteraard nog een keer proberen. Maar ik zal eerst even die penselen erbij pakken. Ik heb dan ook even alle penseeltjes uitgestald. En hier zitten dan nummers op. Dit is een 6, een 0, 0, 0, 0, 0, een 1 en 2. Maar dit staat gewoon allemaal voor de diktes. 3, 5, 4, 0, 7. Nou ja, goed. Dit staat gewoon allemaal voor de diktes. En dat kun je dus ook heel goed zien. Maar dit zijn ook acrylpenseeltjes. Dat waren dus die penseeltjes. Ja, ik doe dit puur even omdat me dit gevraagd is. Dat ik er toch wat meer informatie nog over gaf. Dus dat en dan zal ik nog eventjes dat, ja, die frame laten zien. Nou, zo wordt dan dat frame. Kijk, ik heb hem nu niet helemaal goed. Maar je kunt hem dan dus zo in elkaar klikken. Want dit, kijk, deze moet dan even zo. En dan kun je hem zo in elkaar schuiven. En dan kun je dus, omdat hier uitsparingen zitten, kun je ze zo in elkaar schuiven. Maar ik durf het nu niet te doen, want als ik hem niet meer los krijg, dan past straks de platen niet meer in. Maar dan kun je hem zo in elkaar schuiven en dan is hij dus onderlijs. Zit er dan op de achterkant. Nou, dan kun je hier die haakjes ook aan bevestigen. Dus zo ziet die lijst er dan uit. Dit was puur eventjes op aanvraag van het bedrijf waar ik het van had gekregen om meer informatie nog eventjes te geven. Dus bij deze heb ik dat dus nog eventjes gedaan. Maar ik ga er in de vlog zeker nog mee aan de gang. Maar ik moet even kijken wanneer, want het is momenteel gewoon eventjes veel allemaal. Instagram post is trouwens ook gelukt. Het was wel eventjes een beetje zoeken. Want ik vind mezelf daar niet zo heel creatief in met posten van foto's. Maar het is uiteindelijk gelukt. En er komen echt hele leuke likes al binnen. En zelfs hele leuke reacties. Dus dat is ook heel fijn. En ik had daarvoor dus ballonnen gekocht. Ik had een 1 en een K gekocht bij de Hema. En die zijn daar ook heel goedkoop. Die zijn een euro per stuk en ook niet zo heel groot. Dus eigenlijk leuk. Die kun je ook in handformaat. Dus misschien ook een tip voor, ja, mocht je zelf het leuk vinden om een
van die bloemen te kopen. Ze hebben dus letters, maar ze hebben ook cijfers. Dus misschien leuk als je jarig bent of zo. Of misschien voor kinderen leuk. Zijn er ook best wel goedkoper. Bij de Action zijn ze nog net iets goedkoper, maar die hebben geen letters. En ik vind het altijd zo'n zoektocht, omdat je dan echt moet zoeken van, oh, welke leeftijd wil ik bijvoorbeeld hebben. En ja, ze hebben daar wel meer kleurencombinaties. Volgens mij hadden ze alleen bij de... Ik dacht dat ze goud en zilver hadden, maar dat weet ik niet eens meer precies. Maar ik had goud genomen. Dus ook wel een tip om eventueel van die opblaasbare ballonnen daar te halen. Ik kan ze nog eventjes laten zien aan jullie. Kijk, dat zijn gewoon deze formaatjes, zeg maar. Eentje en een kaartje. Dus dat is ook wel echt een super goede tip, mocht je dat leuk vinden. Zo, alles wat ik wilde doen is eigenlijk wel gelukt. Ik had eventjes de kleding die ik gestoomd had gisteren, heb ik even op een hanger gehangen. Dat heb ik netjes in mijn kast gehangen. Video staat erop, ik moet alleen de spullen nog uitladen. Uit dat mandje, want er zitten alweer nieuwe spulletjes die erin kunnen. Ik heb even lekker diamond painting gedaan. Mijn wasbak schoongemaakt. En ik heb net de vaatwasser eventjes leeggeruimd. Want ja, was eigenlijk een beetje een dingetje. Want hij zat gisteren vol. Toen dacht ik, nou, dan zet ik hem vanmiddag wel. Zou ik hem eigenlijk vandaag aanzetten? Toen zei mijn moeder, maar waarom zou je hem nu niet aanzetten dan? Ik zeg omdat ik gewoon weet dat ik hem vanavond niet meer leeg ging halen. Gisteravond wilde ik hem dan niet meer leeg halen. Dat wist ik gewoon. Ja, zei ze, maar dat geeft niet. Dus toen heb ik hem toch aangezet. Toen was hij klaar. En nu was alles ook eigenlijk gewoon zo droog. Dat het gewoon ook, ja, nu heb ik het net allemaal weer in de kast gezet. Dus dat is ook eigenlijk wel heel fijn. Dat dat ook kan. Dat is dan niet zo erg. Dus dat is allemaal wel weer goed gekomen. Dus dat is fijn. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. En dan straks lekker douchen. En dan ga ik natuurlijk weer klaarzetten voor het Nederlands elftal. Want we spelen weer om 6 uur tegen Roemenië. Dus ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Ik hoop zo dat we doorgaan. Maar dat weet ik niet. We hebben vanavond ook nog wel een spannende wedstrijd. Ik heb gisteren ook nog delen van 2 wedstrijden gezien. Frankrijk-België. België ging er helaas uit. Ik hoopte dat die zou winnen. En toen had je... Portugal tegen Slowakije. Slovenië. Weet ik niet meer precies. En Portugal kreeg op een gegeven moment een penalty. Nou, er is er maar eentje die dat gaat nemen. Dat was Ronaldo. En die miste. Nee, huilen. Helemaal huilen dat hij die penalty had gemist. Ik dacht echt, oh, dit is zo'n drama show. Uiteindelijk had Portugal helaas wel gewonnen. Dus goed. Verder ga ik gewoon eventjes, ik weet er alles van, kijken. En Steenrijkstraat Arm ga ik terugkijken. En dan ga ik even een spelletje doen. Ga ik de vlog verder afmaken. Foto's bewerken. Ik hoop nog wat aan de foto's te doen voor het artikel van vrijdag. Ik heb hier een pluk haar. Dat moet zo in de bak. En dan ga ik daarna lekker mijn Netflix-serie kijken. De laatste aflevering. Zie je zij. En dan ga ik lekker naar bed. En dan mag ik een nieuw boek starten. Want ik heb gisteravond mijn boek uitgelezen. Dus dat is allemaal weer leuk. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!